Tot gisteravond laat heb ik hier nog aan gewerkt. Dat is het portret van Wiese. Het is bijna klaar op enkele details van de jurk en de pendel van Mouradour. En ik heb er gisteravond naar zitten kijken. Ik ben dik tevreden. Ik ga er morgen waarschijnlijk aan verder. Want vandaag ga ik naar Heidhuizen, Gratum en Susteren. Frans die komt hier zo. Daar ga ik mee op pad. Dus we gaan eerst naar Heidhuizen. Waar iets bijzonders gaat gebeuren met ons altaarretabel voor Sinterklaas. Met veel glazen zijn we in Heidhuizen uitgekomen, waar nog meer glazen is met wielrenners. Bij ons in het dorp rijdt er dus ook nog zo eentje rond, hè? Ja. Ik ga van Hermon. Ja, dat is een goed ding, die hoeft niet vervangen te worden. Dit is wel een heel mooi plekje. Nou, dan zijn we bij Marcus. Aha. Daar zijn wij. Aha. Ja, dit vind ik altijd iets moois, hè. Oh, wauw. We hebben een 18e eeuw schilderij dat hing daar, onder het oosten van de verbouwing. En al die jaren dat er hing, heb ik gezegd, dan moeten we iets meer gaan doen met kerkbestuur en onze kunstcommissie. Het is onderzocht, 18e eeuw. Waarschijnlijk komt de kunstenaar uit Noord-Frankrijk. Nou, het is echt wel, ik vind het, dat vind ik mooi van zo'n kerk, is dat er ook heel veel kunst te zien is en bewaard is gebleven en het een functie heeft, hè? Ja. Dat vind ik vooral... Het is een religieuze defensie. Het gaat erom om te vertellen, los van de heilige familie, dat je al een band hebt tussen twee neven. De ene is de profeet van het Oude Testament op de drempel van het Nieuwe Testament, Johannes de Doper. Hij verwijst al naar Christus. Het grappige is ook, dat zie je ook aan die kruisstok, de kruisbanier. En dezelfde verwijzing naar het lijden van Christus toe en de overwinning op de dood. Zo werd in de schilderkunst vanaf de 13e, 14e eeuw, al vanaf de 12e eeuw, Jezus afgebeeld met een vaandel, rijzend uit het graf. Want je hebt de dood overwinnen. De overwinnaar ben je als je van de tegenpartij het vaandel hebt veroverd. Denk maar aan ja, 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 ja. Die religieuze dimensie zat in de schilderkunst. En dan hebben we hier een terp de 16e eeuw. Die is op de theevlag gekocht en een jaar heeft hij verloren. Die pieter. Oh ja? Ja. Theevlag gekocht? Ja. Dat was een veiling bij de theevlag. Het is zo prachtig, hè? Echt. Dit doek gemaakt. Dit is nieuw. Dit doek is 2 weken geleden gemaakt. Daar hebben we de Latijn rust en vrede erop gezet. Maar toen we deze pietà kregen, zit nog de originele polychromie op. Hebben we gezegd, waar plaatsen we dat beeld? Heb ik gezegd, ik wil het hier hebben, want hier hangen de kruisjes op van de overledenen van het afgelopen jaar. En de lijdende moeder en met de gestorven zoon onder het kruis. Ja, dan komen we nu aan bij het altaarretabel. Ja, sinds 25 mei hebben we hier een officiële reliek, een stukje rib. De abdij van Sint Adelbert van, in de buurt van Egmond. Het is Egmond Binnenloop, heet het officieel. Egmond aan zee, Egmond Binnen. De Adelbertabdij gesticht door de graven van Holland. En een van de eerste graven wilde een abdij hebben dat als hij stierf dat men voor de zielenrust kon bidden. Hij heeft onder andere Vlissingen gesticht, Middelburg gesticht, ook Den Haag, veel onder de heren. Hè. Denk maar aan de Binnenhof, de Ridderzaal. In die periode, althans de voorloper, gebouwd. De graaf heeft ook daar gerust en elk jaar leest de abdij nog daar voor het zielenrust een mis.
En nou, je wil een abdij, krijgt natuurlijk extra dimensie als je de relieken van heiligen hebt. En ze hebben niet een 1, 2, 3 concreet bewijs, maar ze hebben wel annalen en geschriften dat een vrij snel, na de komst van de relieken, 1087, handelaren, Hollandse handelaren of een gezant van de graaf, de relieken gekregen heeft in Paardie. Die relieken heeft meegenomen. Het zijn meerdere van zulke stukjes bot. En die hebben ze, een deel hebben ze cadeau gedaan aan de Nicolaaskerk in Amsterdam. En dit jaar kreeg de Russisch-Orthodoxe Kerk van Amsterdam, die zich los heeft gemaakt van Poetin omdat ze de oorlog niet steunen, dezelfde reliek, met dezelfde stukje reliek. Want de abdij heeft 4 van deze relieken gekregen. En wij hebben de tweede reliekhouder gekregen, komen uit Rusland, maar voor de oorlog. En wij hebben ook een stukje van het bod gekregen. Ik heb het officiële papieren thuis. Geweldig, ja. Hebben alle relieken weggedaan? Nee, ze hebben nog. Nog even goed kijken. Ze hebben 4 of 2 weggedaan. Ja, maar bijvoorbeeld 1 was zo groot. Ja, lopen maar gewoon zo, hè? Ja. Heel de wereld is hier afgesloten vanwege wielrenners. Maar er zijn ook nog boeren met trekkers. En voor een schilderijtje voor het namenbord van de kerk van Gratum ben ik ook even in Gratum foto's gaan maken van de kerk. Nou, die staat er prachtig bij. En dan gaan we door naar Susteren. Bij Fons van het Reizend Grafisch Museum ben ik nog even langs gegaan om clichéwit op te halen. Wat ik ontzettend goed kan gebruiken bij het plakken van de clichés voor het Wiezenboek. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben intussen weer thuis. In Hoek. Het is... Ik was een uur of 8 als ik al thuis. Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Ik ben goed moe. En ik ga het filmpje afsluiten.